Yo mensen, Mia van hier, vandaag weer een nieuwe video. Vandaag ben ik met Henk en wat wij gaan doen is, we gaan alle politiebureaus in Los Santos, die wij tenminste even zo snel kennen, gaan we overvallen. Tenminste overvallen, niet echt overvallen, we gaan ze allemaal doodmaken. Hier staat mijn mooie auto met alle deurtjes zo naar boven. Gaat die andere deur nog naar beneden? Ja, oh, nee, wauw. En nu ben ik mijn deur kwijt, dat is ook heel mooi. Even een wapentje pakken, granaten, stikkerbom. Stikkerbom lijkt me wel handig. Dan moet ik niet tegen alles aanbotsen. En dan moet er ook niet zo'n stomme auto staan met zo. Wow, hé hey, Henk. Oké. Oh, hier maar doorheen. Nou kijk, deze auto kunnen we denk ik wel opblazen. Hij is wel armor, maar ja, boeiend. Kan hij eigenlijk wel opblazen met één stikbom? Ik doe er gewoon twee op. Drie kan ook. is die nou nog niet ontploft met drie stikbombs? Oké. Okay. Dan op de voorkant, want daar zit de motor, toch? Ja. En dan ploft hij nog niet, blijkbaar. Oké. Okay. Eentje nog? Nee, nog niet. Nee. Leuk, oh, Henk stopt. Plak er ook eentje op. Nog één. Ja, en nu is die wel kapot. Mooi. Mooi, mooi. Hier naar boven kijken of daar wat politie. Ja, daar is de politie. Dag. Zoek naar politieagentjes. Hallo. Ja, hé, hey, hé. Hey. Dood, dood, dood. Zo. Ja, hij is nu dood. Wauw, ik kijk één keer naar achter en dan. Oh, wauw. Dan bots ik meteen overal tegenaan. Oh, Henk. Oh. Hey. Ga weg. Hoezo moet die politie uit altijd zo deuken? Nou, ergens bij Los Angeles Customs was ook nog een politiebureau altijd in de buurt. Wat raar zijn als het nu weg is. En ik hoorde iemand daar tegen ik een auto aanbotste. Hoorde ik zeggen, dit is fucking expensive. Nou, leuk, maar dan koop je maar toch een nieuwe. Hier is het politiebureau. Hoezo zijn er nergens politieagenten? Eer een keer naar op zoek en dan zijn ze er niet. Oké. Okay. Nou, ze zijn wel nog om ons heen. En achter ons aan het achtervolgen. Hè, wow. Hallo. Hiernaast. Ook. Ja, jullie ook. En ook. Jullie stappen uit. Je mag niet. Je mag niet zomaar midden op de weg uitstappen. Oh, ik hoorde daar nog wat ontploffen. Dat is een helikopter. Kan ik niet. Oh, wauw. Hier gaan we doen naar de rest. Want er zit ook nog zo'n politiebureau bij de Lester's Factory of zo in de buurt. En dan moet ik niet tegen al die stomme auto's botsen die weer stom in de weg staan, want dat is heel vervelend. Weg. Hallo, dag. En jullie dood. Hey, slot, ga weg. Ja, woehoe. Oh, oh, kijk hem al, doet niks, want ik heb bulletproof tires. Dat is zo vervelend, dan heb je een eigen auto, maar dan heb je er geen bulletproof tires op. En ik dacht van, hoe kan je daarmee rijden, als je gewoon de hele tijd met lekke banden rijdt? Oh, hup, weg, allemaal weg, aan de kant. Oh, moet hier weer voor staan. Weg, hup. Dan moet ergens aan de linkerkant of zo het politiebureau zijn, bro. Ben ik er nu voorbij? Nee. Oké, nou zit hier voor ergens, denk ik. Ja, hier is het. Hallo, politiebureau en het trein. Oké, hier staat ook alweer geen politie. Ja, wel om ons heen nog steeds. Hallo, allemaal dood. Oh, echt. Allemaal dood, weg. Weg.
Weg, jij ook. Weg. Oké, er zijn weer en dan gaat de politie nou eens weg. Niet op mij schieten. Ik sta gewoon in mijn garage, joh. Ik heb niks meer staan. Oké, ik heb jullie net wat doodgeschoten, maar ja, dat doet wat. Dood, hup, weg. Hey, niet blokkeren, weg. Aan kant, laat mij weg. Ja. Dood, hup, weg. Nee, ja. Ja. Allemaal dood. Mooi, nu kan ik erdoor. Laat maar door. Ja. Bushokje. Naar de havenrichting, tenminste. Ga ik ontmoet bij de haven. Bij de haven is toch ook geen politiebureau? Nee. Dus eerst zou er bij de haven politiebureau zijn. Oké, bandlek, bandlek. Zo. Wow, oké. Okay. Die stond daar niet echt handig. Oh, en die rent weg, gaat ook dood. Oké, hallo, treinstationnetje. Ook moet ik weer tegen die paal botsen? Allemaal dood, alle politietjes moeten weg. Oh ja, moet je maar niet op mijn motor rijden. En zo. Wacht, ben ik nu niet terug bij dat politiebureau weer? Oh, boeiend, kom ik er nog een keer langs. Ja, daar is het politiebureau weer. Kijk, hier. Weet je wat, ik ga gewoon kijken of ik bij het riool kan komen. Oh, wauw. Wauw. Weg. Hier, de sterren beginnen al te knipperen als we een goed deken bijdragen. En ze knipperen niet meer. En dan moet daar opeens weer een auto voor me staan. Oh, nee, nee. En ik was er bijna en word je doodgeschoten. Heel leuk, heel leuk. Echt heel leuk hoor. Ja. Kijken of wij een berichtje kunnen sturen of die ons kan ophalen. Dan gaan we hier maar een beetje staan wachten of zo. Eerst een berichtje sturen. Zo. En dan wil ik eerst die gasdingen kapot maken. Beetje verroest huisje. Nee, een trein. Oh, kijk eens, wat mooi. Ik heb een opportunity mines nog. Er komt een flare gun. Waar staat die flare gun? Ah, oh, daar, ja. Zo, up. Oh. Mooie roze kleur, dat is echt heel mooi hoor. Oh, beter, ja, ik wil onder die straal staan, dat is grappig. Ah, oh, nee. Nou. Hey, ik heb wel een mooi roze lichtje. Dat is wel heel erg mooi hoor. Zo. Kijk eens, helemaal lichtgevend. Wat mooi. Deze gun heb ik ook nieuw. Ik gebruik hem eigenlijk echt nooit. Ik ga jou dingen schieten. Oké, wat mooi. Wat mooi, wat mooi, wat mooi. Ga kapot, ga kapot. En boom. Mooi, heel mooi. Zijn er nog meer van die dingen daar? Nee, volgens mij niet. Kijk, nee, ik zie niks. Daar nog wat achter. Ja, daar nog, toch? Dat heen. Ik schiet er gewoon op. Nee, volgens mij is dat gewoon een treinwagon of zo. Ja, dat is gewoon een treinwagon. Kijk of Henk er al. Oh, Henk is al in de buurt. Dat is mooi. Dat is heel erg mooi. Al die bruggen die denk ik ergens. Oké, kijk. Die bruggen zijn hoog trouwens. Hoe is het zo hoog? Kijk. Henk wordt hier dan nu ongeveer zijn. En, oh, daar is die al. Wat mooi.
Hoi Henk. Hallo, mag ik instappen? Ja. Zo, we zijn dan in de auto. Ik denk dat we nog één politiebureau gaan beroven. Nou, hoe ze zeggen steeds beroven? We gaan gewoon iedereen daar doodmaken. Ik denk dat dat die ene is waar je ook wel eens spant in Blaine County of zo, in Sandy Shores. Daar waar je altijd spant in Story Mode tenminste. Bij dat ziekenhuis daar, daar is ook een politiebureau of zoiets. Eerst even kijken bij de kledingwinkel, want Henk moet weer naar de kledingwinkel of zo. Hallo, kledingwinkel. Ja, hi. Oh, hi. Ja, hoi. Ik wil die mevrouw doodschieten. Mevrouw, hallo. Mag ik met mijn gun naar binnen, mevrouw? Mag dat? Ja, dat mag. Dank u. Hé, hey, niet wegrennen nu, hè. U zegt zelf dat het mag. Oh, nou, Henk ligt er ook op. Nee, niet wegrennen. U zegt zelf dat het mag, joh. Nou, oké, okay, loop maar weg. We rijden hier wel aan of zo. Henk schiet er ook weer. Henk, ga rijden, joh. Zo. Ga naar die vrouw toe. Die vrouw is heel gemeen. Leuk. Zo. Weer op de kar. Oh, wat mooi uitzicht hier. Jee, wat mooi. Ik zie de maan. Zachte maan. En nu staat er midden op de berg voor op een auto. Wow. Een auto. Over het treinbaantje. Hallo. Waar is dat politiebureau eigenlijk? En hoezo inviting Martin steeds de hele tijd voor die inch by inch of zo? Echt vervelend. Is ergens aan deze weg volgens mij. Toch? En dat politiebureau ding. Oh, hallo. Lekker een dagje kwad rijden. Aan deze weg moet zijn, toch? Is dit dat? Ja, dit is het. Mooi. Wel een paar mensen. Oké, maar ik zie nog steeds geen politie en dat is wel raar. Nou oké, dan gaan we die mensen maar doodmaken. En dan zeggen we haar dat het door de politie is, omdat de politie er niet was om dood te maken. Hallo. Even heel stil en dan... En dan rent die vrouw weg en die schiet weer dood. En dan komt de politie vanzelf wel. Oké, is iemand? Ja, daar zijn mensen. Daar nog mensen? Nee, daar rent iemand. Ja, die is volgens mij wel dood. Oké, ik hoor de sirenes al allemaal van de politie. Oké. Nou, ik denk dat we weer gaan en dan komen we de politie vanzelf onderweg wel tegen, denk ik. Dan kunnen we die neerknallen. Het is eigenlijk best stom om als je in real life hier zou wonen, weet je wel, in zo'n straatding, zo'n wijk. Zo, dat. Allemaal van die kapotte huizen en alles. Eigenlijk kapotte bungalows. Hallo, dag. Oh. Laat de camera pinnen en zijn uit de window. Hoezo zou je dat doen? Jullie schieten ons toch meteen dood. Oké, nou, nu beginnen de sterren al te knipperen. Dat is mooi, dus dat betekent dat we ze bijna kwijt zijn. We gaan hier achter schuilen of zo. In de bergen, kan ook.
En dan staan we hier wel heel erg mooi. Nou mensen, uiteindelijk is alsnog zijn we verlost van de politie. De politie is hopelijk nu weg uit de hele stad. Want ze moeten nu denk ik allemaal nieuw personeel aannemen. Daar doen ze hopelijk een tijdje over. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video.